Ja, dit is de nieuwe serie voor waar was ik nou gebleven? Ja, de vorige serie waren mee gestopt. Ja. Dus nu weer een nieuwe serie. Ik heet Lisa. Ik ga wat meer letten op mijn stem. We gaan alles doen in first person. Helemaal anders. Ja, Giel heet Martijn. Ja, dus helemaal anders en zo. En zo. Haha, grappig. Ik ga... Ja, ik moet nog even wat dingen pakken. Nou kan ik beginnen. Godverdaksel, kut. Ja, dan zou ik zeggen, begin in 3, 2, 1, begin. Oké, dat klinkt echt. Volgens mij was hij alweer. Volgens mij was hij alweer terug. Ja! Even denken. De supermarkt. Oké, nou, top. Moet hij daarheen. Oh my god, ik heb een rood gebied. Oké, dat is niet zo heel handig. Ja. Ik heb de rode gebied. Die bergen hier ook. Zo irritant al die bergen en daarop. Ik blijf zo wel een goede... Oh ja. In conditie natuurlijk. Heb ik net gezegd dat we alles in first person gaan doen. En dat zie ik niet in first person. Even kijken. Moest ik hier de afslag hebben? Ja. Hey, waar staan die nou allemaal van die motors? Vind ik een beetje gek dit. Nou, die fietsbal doet ook niet al te best. Oh! Zak! Beetje keihard rijden. Goh. Brandweerwagen hier ook. Was er aan de hand dan? Oh, Vicky. Geweest. Kijken hier bij de kruising. Komt er niks aan. Nee, dan kan ik hier gewoon doorfietsen. Top. Wacht, nee. Nee, er komt echt helemaal niks aan. Ah! Oh! Oh. Ah, mijn been. Oh, god, dan mee. Au. Au. Mijn auto. Oh, jouw auto? Mijn been. Yo. Oh. Malaf, jij, Mogol. Alles. Ja. Wat is nou zo grappig? Oh. Wat denk jij? Oh. Het gaat ook niet om mijn fiets, maar u heeft toch wel een auto. Oh, je hebt toch wel een auto. Ik heb geen auto. En meneer? Ja, ik zit in de bijstand. Dus... Dan mijn motor ook goed. Nee, ik heb alleen deze fiets. En die is net terug van de fietsenmaker. Oh. Dus dan wordt betalen. Oh, zo. Ja, ik betaal al. Oké. Nou, hier, neem dit. Hier, en wat is dat nou weer voor een briefje? Oh, dat is met je telefoonnummer. Ja, telefoon. Hoe heet u? Dan kan je me altijd nog bellen. Wacht, wat ik is uw nummer? Wat is uw nummer? Ja, daar heb ik, daar staat op dat briefje. Even kijken. 06 542813 96. Ja. 6. Daar kunt u me altijd voor bellen. Ja. Het spijt me zeer. Hoe heet u? Ik ben Martijn. Martijn.
Oh, aangenaam kennis te maken. Ik ben Lisa. Ja, het spijt me echt. Ik betaal wel de fiets. Oh, ja. Want, ja, die 100 euro, ik kijk wel. Als er nog iets is, dan stuur ik, dan bel ik wel even. Ja. Ja. Fietst die nog? Ja. Nou, ik moest hier ook echt hier bij de winkel zijn. Dus ik was er ook echt bijna. Maar ja, kan gebeuren. Ja, ik kan hem ook ergens met de auto brengen. Als je doet. Oh, nee hoor, dat lukt wel, denk ik. Oké, dan ga ik ook even naar de automaker. Dankjewel. Ja. Doeg. Ho, 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 rem. Man, wat doe je fucking... Oké, dat was een wapen. Auw. Je dumbass. Wat moet je? Heb ik nou politie omdat jij bij... Als we nu mijn fiets meenemen, hè? Oh, daar word ik echt helemaal foxwild van. Tering mogolen. Ja, ik heb voorrang. Kutjes. Waar is hier mijn goal? Weg. Hallo. Ik kom voor wat ego. De ego bijvullen. Wat meteorieten. Heet een mol. Ja, die moest ik ook nog hebben. Even kijken. Ja, dat is wel prima. Sigaretjes. Eén en wat flesjes bier. Ja, eentje is wel genoeg. Nou, meneer China. Oh, dankjewel. Tot, ik ga even achter kijken. Oké, wat u wil, meneer. Kijk uit, hè. Morgen kom ik terug. Ah. Is die kassa van mij? Dikke shit. Nog alweer verder. Okay. Doe mij ook extra chips. Bier? Och, wat moet ik ook hier? Dan moet ik naar de garage toe. Ah, lekker pils. Sprite. Cola. Lekker, ja, jongen. Ja, ga ik daar even heen. Ik kijk snel naar de casino of wat speelt daar. Oh, mevrouw. Hey, daar bent u weer. Nou, ik wou u wat vragen. Hallo? Ja? Nou, mijn fiets. Hij fietst dus niet heel goed, want de band is slap. Zou ik hem misschien bij u achterop of in... achterbak en dan of voorbak. Yay. Want ik denk dat die motor achterin ligt en dat ik dan met u mee rij. Dat kan zeker. Ik heb hem in mijn handen. Oh. Oké, daar ging mijn fiets. Meneer, wilt u geen foto's van mij maken? Wil je die foto alsjeblieft verwijderen? Hey, wat denk jij dan? Oh, mevrouw. Ja, sorry hoor, daar kan ik echt niet tegen dat soort mensen. Stop hem maar in de achterbak. Oké. Okay. Niet veel plaats, maar... Top. Ik heb hem erin zitten. Oké, dan stop maar in. Oh, kijk dan, hè. Zet iemand zijn fiets midden op de weg. Nou, word ik toch foxwild van? Doe even de deur dicht. Oh, ja. Oh, doe ik nou dan. Ja, top. Ja. Geen lelijke auto. Die van mij? Kun je naar nee, de garage, die van mijn fiets. Grapje. Sorry, ik ben een beetje... foxwild. Hè, dat was de fiets... van de overgrootmoeder, van de overgrootmoeder, van de overgrootmoeder, van de holbewoners, van mijn overgrootmoeder. Ik weet... Ik
voel dat jij heel veel spanning hebt. Wat dat ik het spannend vind? Naam eigenlijk. Nou, nee, ik zit al vaker met mannen in de auto hoor. Dat je zoveel ja, energie en zo hebt. Ik weet niet hoor. Maar ik ben gewoon fox wild. Nu heeft wel een keer een massage nodig, denk ik. Een massage? Met met zo'n vinger. Even, we moeten even een dingetje doen. En dan ben ik ook weer klaar. Nou, dat klinkt ook weer zo vies. Baba. Nou, mevrouw. Nou. Ik zeg gewoon de waarheid. Stop fiets in de ding. Die staat niet bij de garage, snap je? Hebben we er net uitgehaald. Ben je een beetje vreedachtig of zo? Ja. Sorry, maar ik ben echt helemaal foxwild. Zou u mij misschien bij mijn huis kunnen afzetten? Nee, ik wil... Nee, ja, raak me niet aan. Viespeuk. Ik weet al wat jij wil. Raak me helemaal niet aan. Ik hoef niet nog een raam. Kapot, alsjeblieft. Oh, sorry. Ik wou mijn middelvinger graag opsteken, maar ja. Maar dat worden we ook niet altijd. Waar moeten we heen? Ik stoot ze wel even in. Mooi luxe in de bergen. Luxe. Oh nee, wacht, laat maar. Ik zit aan de bijstand, weet u nog? Ja, weet ik. Ik loop al bijna 3 jaar in deze outfit. Oh, heeft u wel een machine nodig? Ik heb er wel 1 andere bij. Nou, nog 2 eigenlijk. Dus ik moet eigenlijk doen met 3 outfits. Ik zou wel wat nieuws kunnen gebruiken, maar ik heb het geld er gewoon echt wij niet voor. Moeten wij moeten nog een keertje afspreken, madame. Dit klinkt raar. Maar bedankt voor het afzetten. Nou, doei, je hebt mijn telefoonnummer, je weet me altijd te vinden. En niet te vinden, gelukkig. Hallo? Meneer? Zou u misschien anders even op de koffie willen komen? Nu? Ja? Oké. Ja, dan moet ik even mijn auto parkeren. Oké. Nou, ik kan maar gewoon niet. Zet me hier op de oprit. Ik heb geen vrienden, dus daar komt geen auto. En ik heb zelf geen. Dus komt u maar. Hallo? Hoe gaat het trouwens ook met uw knie? Mijn knie. Oh! Denk je dat jij zou gaan betalen als ik geen pijn had? Dacht ik toen maar een beetje... Nou, ik heb wel eens gehad en dan zeggen mensen... Ja, je hebt niks, dus ja, waarom zou ik dan betalen? Dus ik dacht, voortaan doe ik gewoon als ik een keer val... Dan doe ik meteen mijn knie of mijn enkel of zo. En aangezien ik, dat is maar net... als ik dan bijvoorbeeld een keer een wondje heb op mijn knie, dan doe ik mijn knie, heb ik er een op mijn pols en doe ik het op mijn pols, snap je? Het is gewoon zodat mensen betalen. Oh, maar zo ben ik. Mijn oude vriend was niet zo, die was daar meer van. Nee. En hij heeft mij met heel veel schulden. 24 uur elke dag op leven. Ik ga nog poetsen. Ik poets zoveel ik kan, maar ja. Ik verdien helemaal niks. Nou. En... We moeten echt nog een keer afspreken, want jij mag ook wel een keer naar een ander huis. Want ik ben flink rijk. Ja? En ik verkoop huizen. Dat is ook mijn bedrijf. Ah. Grappig. Ja. Misschien moet ik eens dicht bij jou gaan wonen. Dat kan ook als je... Ja, ik weet niet waarom. Dat is waar dat zeg eigenlijk. Nou, dat mag best. Ja, dan worden we puren. En dan kan ik er nog een keer... Misschien ontstaat er dan nog wel een hele goede vriendschap. Wil je wat drinken, een biertje of zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is nog een oude. Dan pak ik een nieuw uit de koelkast, denk ik. Doe maar. Oh, ja. Nee, ik heb nog geen dorst. Ah, hier, wacht. Ik pak wel even voor je. Hier. Ja, wat wil alsjeblieft. Je... Oh, ik kan niet zo staan. Drink ik wel even hier drinken. Oké, maar wat zullen we nou gaan doen dan? Nou. Jij wil ook wat meteen gaan doen met mij. Oké.
Nou, nee, ik moet nog wel iets nieuws ooit een keer, denk ik. Mm-hmm. En je hebt zo'n dure winkel, duur, redelijke prijs, maar dameskleding is op zich in het algemeen al duur. En daar wou ik heel graag heen. Dan? Alleen het is eigenlijk dan weer net te duur. En ik ga altijd naar die, ken je zo'n bingo klof? Ja, dat zou je überhaupt niet kennen. Dat is echt, ja, daar ga ik echt heen. Eén keer in het jaar. Dan stap in. Oké. Okay. Gaan we op de fiets? Nee, dat kan niet. Echt? Voor jou. Voor mij. Ach, rot jongens. Wil je mijn auto stoelen? Nou, ik ben, ik moet even iemand bellen, dus. Weet je wat ik dan gewoon doe? Dan pak ik gewoon mijn kleren die ik dan nu heb, die pak ik dan, want dan zijn ze gratis en dan lijkt het of de juiste dat. En dat is very smart. Ja. Oh ja, en daar gaan we ook op letten. We gaan op letten om wat minder te praten. Want we hebben wel eens gewoon dat we het einde, soort van de cliffhanger, vertellen in de aflevering. Dus daar gaan we ook wat meer op letten. Het is wat minder dat we wat gaan doen, dat we dat dan minder blijf zo staan. Oké. Okay. Oh! Wat fucking is jouw probleem? Oh. Jij had geen wapens, dacht ik maar. Dat is op zich wel logisch dat iemand in de bijstand. Maar mijn ex is best agressief en ik heb een contactverbod opgevraagd bij de politie. Alleen, hij hield zich daar niet aan, dus toen heb ik een pistool gekregen. Ik heb een goede vriend. Ja jongen, ik mag gewoon door rood rijden, ik mag alles. Want ik heb een goede vriend, die heeft een goede band met de politie, dus ik mag alles. Oh ja, ik zag het. Ik heb een oom. Hoe heet die eigenlijk, die vriend van jou? Die Bart, volgens mij. Ja. Dat is mijn oom! Ja, die doet eigenlijk ook voor mij. Als ik dan, bijvoorbeeld nu dan, want ik heb wel sterk, heb ik woede aanvallen. En dat heb ik eigenlijk gekregen door die ene vriend. En ja. Hij bedroog me. Dan zei hij altijd dat het mijn schuld was. En daar heb ik vaak. Ben ik zwaar geraakt emotioneel. Dus vandaar. Zijn hier bij de Poison Boys? Nou, dat op zich wel handig is. Oké, dan. Kom binnen. Hebben. Wow. Nou, we hier toch zijn. Kom meteen. En wat wil je dat ik haal? Kies maar iets leuks uit. Alles wat ik wil. Ja. Die dan? Oké, nee, maar vind ik goed. Deze wil ik. Wat zeg je hiervan? Vind jij dat mooi? Oh ja, mooi, mooi. Oké, die doe ik. Deze mevrouw. Ja, deze. Ik heb nog een oude motor die ik kan opknappen. Ja, die neem ik ook. Dit. Ja, die neem ik ook. Ik wil deze. Ja, die wil ik ook. Ik wil deze. Deze. Ja. Ik doe voor nu wel even deze aan. Zo, hoe kost dat dan, mevrouw? 1 miljoen. Oh ja. 1 miljoen? Alsjeblieft, mevrouw. Ja. Alsjeblieft. Oké. Okay. Nou, dat was het dan.
Nou, ik heb geluk, ik ken deze vrouw goed, dus ik heb heel veel korting. Deze. Anders kost het 2 miljoen. Zo. Kijk. Klaar? Ja, bijna. Ik kan natuurlijk geen vrouw zijn zonder hakken. Oh. we moeten gaan, meneer. Martijn. Ja. Sorry. Bedankt voor deze kleding. Ik ben u zo dankbaar. En ik bel je nog wel een keer. Je staat bij mij voor altijd in het krijt. Nou, ik zal je nog even snel naar huis brengen. En dan nee, dat hoeft niet hoor. En dan zie ik je morgen wel. Jawel, stap erin. Kom maar. Oh. Oké. Nou, ik moet zeggen, dat first person bevalt me wel. Nou, dank u wel. Oh, sorry. Maakt niet uit, lacht aan steen waar ik over struikelde. Doei, doei. Doeg. Oh, het is koud. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.